geschrokken. Hij had het over een ambush. Ja. Hoe kan dit? Ja, een hele goede vraag. Ook omdat er al 2 keer eerder deze toespraak zou worden gehouden in Gent. Alleen toen hebben de veiligheidsmensen daar gezegd dat het te gevaarlijk zou zijn. Omdat de tegendemonstratie ook werd verwacht. Dat werd vanavond overigens ook verwacht. Maar de Belgische Raad van State heeft gezegd dat de toespraak doorgang moest vinden. Nou, als je dan weet dat er zoveel spanning op zit en er is politie, dat zie je ook op de achtergrond. Er was ook een lijfwacht met hem mee, zo hebben we begrepen. En dan toch niet in een hoekje dat afgrenzen en afzekeren en dan ineens een enorme klap. Want het, ja, je hoort het. Ik wil niet zeggen, je voelt het bijna, maar het is niet niks wat er gebeurt. Nee, Baudet sprak zelf, als ik het goed heb begrepen, van een paraplu met iets eraan. Althans, dat vermoeden was er. Ja, ja, je ziet hem ook liggen, hè, een soort rood ding wat op de grond lag net. En iets erin, ja, waardoor het dus harder aan moet zijn gekomen. En dat geeft hij ook aan. Het voelde alsof er, alsof er iets mee gedaan was, waardoor het harder aankwam bij de slag. Maar heel griezelig. En natuurlijk ook gelukkig heel veel boze reacties ook vanuit Den Haag over hoe onacceptabel dit is. Want politici, wat ze ook zeggen, moeten wel gewoon de vrijheid hebben en de veiligheid ook om dingen te zeggen die zij belangrijk vinden. Dus dat het zover komt, is natuurlijk griezelig.